Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Hier is hij. Yes, ik was gisteren op een feestje in Amsterdam. Ik voel me een soort spons. Dit moet echt ophouden. Dit moet echt ophouden. Nee, dit gaat een beetje te ver. Ome Jan, die wordt niet oud als ze er zo door blijven gaan. Maar goed, lang leven de lol. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Ik ben een sneetlamp geloof ik. Oh. Monsterdrink. Dit is monsterdrink. Tenminste, dat weet je toch? Ja, monsterdrink. Dat is energydrink. En ik heb een verschrikkelijke hekel energydrink. Maar monster, dat staat toch ook op die hele moeilijke, mensen met die hele moeilijke auto's. Het is een hele grote Amerikaanse pick-up. En dan doen ze een sticker van dit drankje doen ze erop. En ja, daar vind ik wat van. Energy drink en Ome Jan zijn niet echt een goed huwelijk. Dat geef ik eerlijk toe. Ik vind het over het algemeen smerig. En ik vind het onnodig. Ja. Nou, oké, ouderwets gelul. Maar goed, als jij te weinig energie hebt en dat moet je dan uit een verschrikkelijk suikerhoudend cafeïne gevuld drankje halen. Dan moet je misschien eens eventjes aan je leefstijl werken. Dat zeg ik. Zit ik hier 3 uur geslapen. Ben nog steeds in de olie. Maar ik meen het wel. Ga dan eerder naar bed. Bijvoorbeeld. Heb je wel eens Monster Energy Drink gedronken, Jan? Antwoord. Nee. Ik heb wel Red Bull gedronken. Dat geef ik je toe. Vind ik ook verschrikkelijk. Ik heb voor de reviews natuurlijk andere Energy Drink gedronken. Vond ik ook allemaal verschrikkelijk. Dus ik vind dit waarschijnlijk ook verschrikkelijk. Maar goed, wat hebben we hier? We hebben hier Ultra Paradise Monster Energy. Als je dat blikje ziet, dan denk je toch al, dit moet ik niet hebben. Maar goed, zero sugar. Dat is lekker. Dan word ik niet dikker dan ik al ben. Dan hebben we hier Punch Monster Punch Energy. Hartstikke leuk. En er staat bovenop dat er vitamine in zitten. Nou, dat maakt me een beetje stuk, maar goed. Ik kan altijd overal wel een spuitje doen. En dit is dan Mango Loco Juice Monster. Nu heb ik dat allemaal net verteld. Ik snap het gewoon eigenlijk niet. Want dat is toch gewoon energy drinken. Waarom? Dat is dan Pacific Punch, Mango Loco en Zero Sugar. Nou, dan snap ik het iets beter. Nee, ik snap het eigenlijk nog steeds niet. Ze doen wel hun best om de blikjes mooi te maken. Dat vind ik altijd wel wat. Kijk, ze zijn toch lekker, creatief bezig. Hier, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, nou ja. Ik kan alles afzeiken. Maar dit is gewoon een gemoer dan. Laten we gaan proeven. Ik begin wel met de Zero Sugar. Wat staat hier nou op? Waar is het paradijs? Een chalet op de piste, een ranch aan de rivieroever of een penthouse in de stad? Wat dacht je van een privé-eiland met een wit strand? Sla dan op een blikje. Godsamme kraak, wat. Ik ga het binnenhouden. Wat is dit, joh? Het is een soort kauwgomballenwater. Alleen zonder suiker dan. Dus het is een soort chemische kauwgomballenwater. Met zoetmakertjes. En is het lekker? Nee. Is het vies? Ja, best wel. Je hebt met dat met zo'n Red Bull, dat is zo'n penetrante stinkgeur. En dit stinkt ook, maar iets minder erg. Het is een beetje een light versie. Ik zou ook niet weten wat voor smaak dit zou moeten zijn. Oh, er zit heel veel zuur in, dus citroen en zo. Het bevat taurine, ginseng, cafeïne en L-carnitine. Ik weet het niet, maar volgens mij is dat niet goed voor je. Ik had toch eigenlijk meer verwacht. Je verwacht toch meer dat, dat je dan helemaal zo'n bruisende slok met verschrikkelijke smaken en allemaal gedoe. En dit is eigenlijk gewoon een beetje vieze, slechte aangelengde citroenlimonade. Saai. Pacific Punch van de Monster. Ja, ik zou niet weten wat
Pacific Puntjes. God, zou me raken. Nou, het stinkt in ieder geval. Mijn hele frontale kwap begint op te lossen. Probleempje. Deze is lekker. Moet je even opletten. Hier. Sinaasappel, appel, framboos, kers, guava, ananas, passievrucht. Ze hebben goed voor een hele fruitmand erin gezodemieterd. Hij is lekker fris. Hij is lekker fruit. Lekker zoet. Overigens valt me wel op dat er niet een hysterische bubbel zit. Het is niet zo'n hele irritante bubbel. Dat je denkt, jezus, wat gebeurt er nou? Zo'n eigenlijk wel een relaxed bubbeltje. Het is niet echt dat de energie nu over de plint klotst bij me, maar dat is niet zo gek. Want als je weet wat voor nacht ik heb gehad, is het al knap dat ik überhaupt nog ademhaal. Maar deze is niet vies. Hij is eigenlijk gewoon een beetje lekker. Wat een wereld, hè? Wat een wereld leven we in. Wat gebeurt er allemaal? Tijd voor de Mango Loco. Met Mango heb ik een haat-liefde relatie. Want, van Mango is aan de ene kant heel lekker en aan de andere kant is het verschrikkelijk. Je eet wel eens Mango en dan heb je het gevoel dat je een soort medicijn naar binnen zit te werken qua smaak. Maar aan de andere kant, het is ook een lekker ding, een lekker vrucht. Wat ik helemaal lekker vind is om te kijken hoe een vrouw een Mango eet. Dat dan zo dat sap over de kin loopt. Dat had ik misschien niet moeten vertellen. Sommige dingen moet je gewoon voor je houden, Jan. Nee. Mango Loco. Gekke Mango. Hoe leuk is dat? Nou, die ruikt gewoon precies hetzelfde als die. Guave, witte druif, appel, ananas, sinaasappel, abrikoos, persik, passievrucht, citroen. Ze zijn slecht in keuzes maken bij Monster, geloof ik. Dus gewoon van, ja, wat zullen we erin doen? En dan zegt altijd dezelfde man, zegt alles, alles. Oh, ik heb gemorst. Deze is ook niet echt vies, maar deze is een beetje hysterisch. Deze wil te graag. En het is veel te zoet. Ja. Nee, hier word ik minder blij van die. Hier heb ik een beetje een... Hier heb ik een beetje... Daar heb ik een beetje... Je zou zeggen dat ik na het nuttigen van 3,5 liters Monster drink helemaal hyper de pieper ben. Dat is niet waar, ik heb gewoon een paar slokjes genomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch, toen het onder de doos vandaan kwam, dacht van... Nou, dit worden allemaal onvoldoendes, hier kunnen we lekker over zeiken. Het is allemaal vies en goor. En dat valt heel erg mee. Maar eentje is wel gewoon vies en goor en dat is deze. Zero sugar, daar zullen mensen op aanslaan. Maar het is niet te zuipen. En ik weet niet wat het doet. Maar dit is gewoon een beetje een voorbeeld. Deze krijgt mijn 3. De Mango Loco, oftewel de gestoorde mango, is heel extreem meer en meer zoet. En het is te hysterisch, te mango, maar niet vies. Deze is niet vies. Maar voor mij is het echt... Ik vind het dat je denkt, zo zoet. Weet je wel, zo... Ik heb van mij 5. En de grote winnaar staat in het midden. Het is niet te geloven. Dat is de Pacific Punch. De Pacific. De Pacific is de Pacific. Dat is toch de drank, denk ik. Deze vind ik gewoon hartstikke lekker. Liever gezegd. Het zou best kunnen dat ik deze een keer ga kopen. Zomaar. Stiekem. De Pacific Punch is niet te zoet. Is erg lekker. Heel fruitig. Maar niet zo hysterisch zoet als die deze is. Deze heeft meer. Deze heeft ook een zuurtje. En deze is gezout. Deze krijgt van mij een 7. Zo, energy drink van Monster met een dikke voldoende.